zijn we aan het genieten van onze vrijdag. Welke Indiaan is er maar aan het knuffelen? Ik ga je dood. Zien jullie dat buiten? Dit is weetjes, maar dat is van ben. Lekker Lonnie. Bedankt Lonnie. What up, what up, what up. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik heb net even geparkeerd, want ik ga naar het ziekenhuis toe. En denk je, oh, wat erg, wat erg, wat erg, wat erg. Wat erg? Nee, het is helemaal niet erg. We gaan naar de pret-echo van onze beste vrienden kijken. En dan weten we straks of zij een jongen of een meisje krijgen. Ik ben heel erg benieuwd. We hebben heel vaak met jou gelopen, hè, schat? In het ziekenhuis. We hebben heel vaak met jou gelopen. Ja. A few moments later. En het is een baby. Time for lunch. Munch, munch. Zo, zojuist heerlijk gegeten bij Key West. Ik moet wel eerlijk zeggen dat het best aan de prijzige kant is. Nu ben ik net thuis aangekomen, want volgens mij is de uitspraak, je hebt luxe paarden en je hebt werkpaarden. En ik moet op mijn vrijdag eventjes werken. 6.5 hours later. Ik ben klaar met werken en ik ga zo meteen even langs Kevin. Je weet toch, die jongen die alleen maar met Real Madrid kan voetballen van met FIFA. En geluk was op. Het geluk was op. Real was nergens meer. Tiki-taki, Barça. Anders verliest hij alles. Die heeft, kijk, ik heb normaal gesproken deze. Dus daar zet ik mijn vlogcamera op. Maar ik heb ook een Joby. En die vind ik toch zelf wat prettiger. Want die heeft zo'n wat langer. Dus dan is de afstand ook wat relaxer voor mij. In plaats van dat ik het zo aan het vloggen ben. Is niet zo heel erg. Maar ik vind het wat relaxer als hij wat verder af is. Dus die ga ik nu even ophalen. Die werkt hier om de hoek. En ik heb vandaag vrij. Dus ik kan hem gewoon lekker ophalen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Ik heb elke poon. Elke poon! Ik heb gang! Toepak! Gangster! Rustig! Yes! Mijn oude vertrouwde standaard is er weer. Ik ga even snel terug naar Tim en oom. Jenna is daar nog met Chilea. En we gaan nog gewoon lekker chillen. Het is een vrijdag. Zijn we aan het genieten van onze vrijdag? Oh ja, zeker. Maar dat mag allemaal. Krakaka! We hebben honger bij de World of Food. Broodje saté is echt heel lekker. Jenna is stil met bakkeljauw aan het eten. En Jilea, die is de panda aan het opeten. Wat heb jij? White mocha koffie. Jenna. Van Jenna. Kijk de redoe. One, two. Ja, kom met dat in de boeren. Zal ik aan als jullie er zijn? Zeker. Jenna. Sexy dingen en zo. Ben niet daar. Hey, zo schattig. Ze schrikt een beetje, ze is een beetje geschrokken. Nee, van die onesie die je aan hebt. Denk, welke Indiaan is me aan het knuffelen? Gaan we lekker chillen bij Deborah.
En genieten van de Voice Kids. Op haar ultra brede 3D. 3D. Ah, ik heb weer in mijn ogen gezeten. Oh, Jesse. Ja. Ah, ik ga weer dood. Terminator. I'll be back. Ga jij lekker slapen? Ja, ga je slapen? Niet op manier hoor. Ik ga ook slapen, ben kapot. Fucking hell, kijk mijn ogen is helemaal naar de kleuren. Ik ga lekker douchen. Ga slapen en dan zien we jullie morgen weer. Day 2. Goedemorgen! Goedemorgen! Welkom bij de nieuwe vlog! Oh, en is het alweer een goede dag? Ja, ik ben al helemaal weer fris en fruitig. De Jenna en Deborah en Julia zitten nog lekker in het pyjama. En ik ben al wat dingetjes vergeten. Dus dan moet papa op pad om eventjes naar de kruidvat toe te gaan. En wat spulletjes voor Julia te gaan halen. Nou, die aanwijzingen van Deborah en Jenna die, om hier te komen. Ja. En half zoek hebben we de luie doekjes. De luie zakjes. En de vashandjes en nog een hapje. Voor Julia gevonden. Dankjewel. Voor deze mooie toeristische route. Nou, dit is echt een lazy Saturday. Hé, schat? Ja. Ja, lekker luieren bij tante Deborah. Lekker aan het chillen. Oeh. Hey, doei, doei. Daaah, bedankt voor alles. Als iemand jou eruit intikt, hoef je niet te betalen? Nee, is toch altijd onder schades? Ja. Nou, maar je hebt toch zelf veroorzaakt? Je hebt het zelf veroorzaakt. Nee. Hoe weet zij dat nou? Dus als jij je laptop... Ja joh, ga je het lekker filmen, schat. Op zout, hè. Ik ben nu helemaal overtuigd. Tot op het bot. We hoeven voorlopig geen nieuwe camera te kopen. Dus Jenna is helemaal blij mee natuurlijk. Hey! Ja, Jenna helemaal blij mee, inderdaad. Want dat is weer vermogen van... 800 euro minimaal. Ja, klopt. Ik weet dat je leer uitgeeft. Ja, klopt ja. En dan beter weer even nieuwe broekjes kopen van 50 euro. Hè? Die ze een maand aan kan. Nog niet eens. Zo, nou, dus we geen nieuwe camera. Voorlopig niet meer naar de Mediamarkt. Tenzij we een nieuwe tv gaan kopen, maar dat gaan we ook niet doen. Waarom hebben wij dat al hier, hè? Allemaal van die debielen. En hij zei, oh, ik ben vergeten te betalen. Maar heb jij dat niet straks ook dan? Ik hoop het niet, anders sta je ook voor de lul. Voor de Jan Doedel. Nee, dat jij niet. Tomorrow. Zeg maar goedemorgen. Dit is een nieuwe vlog van papa. Nee, dit is nog de weekendvlog. Oh ja, dit is nog de weekendvlog. Opsie. Opsie. Wij gaan naar de kerk toe. Julia's eerste Pasen. Yay. Wij zijn nu onderweg naar de kerk. We gaan... het is eerste paasdag alweer. We hebben gisteren niet zo heel veel gedaan, hè. Viel een beetje tegen. We zijn bij Deborah, waren we een beetje lekker aan het chillen. Het was echt gewoon chillen. Lekker niks doen. Ja, heerlijk. Maar dat mag ook nog een keer. Zeker. 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 Het is 3:07. Waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet. Maar hij is opgewekt. Hoi schatje, hoi liefie. En wat was de boodschap van vandaag, Jenna? Jij was... Ja, dag. Ik was Julia aan het... Ik heb het je net gesteld, als je het in principe gewoon halen. wat was de boodschap van vandaag? Ja? Zeg nou even. Weet het niet. Zeg nou even snel. Gewoon. Ik weet het niet. Maar waar kwam het op neer? Het ging vooral om de liefde. Het ging vooral om de liefde. Yes. Heb elkaar lief. Alles wat je doet is een betere wereld. Oh. Benji, ze noemen hem ook wel Jantje. Ook wel die jongen die altijd pakslaag krijgt in FIFA. Wacht maar, doe maar lekker pijn, schat zo. Die jongen die niet weet hoe die lontong moet opzetten. Oh zo, zijn jullie bij Ben en Dionne?
Ik ga nu een massage, alles gewoon even lekker relaxen. En ja, straks Jenna. Twee uur terug? Ja, tot over twee uur. Wij gaan na het tweede maal. Wat er ook gebeurt, ook te blijven lachen. Man, helemaal zen hier. Helemaal zen hier, zo. Hij is echt helemaal nergens. We beginnen nu toch? Nu gaan we beginnen, ik ben niet warm. Kun je dat ruiken? Billen zweten, maar dat is van Ben. Wat een lucky boy, wat een lucky boy. Nee, man. Dat vind ik niet pas. Ja, joh. Ja, ja. Die open. Ja, zeker. Ik heb het zo klaar. Inderdaad, ja. Dan, dan dacht ik trouwens, ik score eventjes, kan ik gelijk kip eten. Dat is wel. Lonnie is weer aan het treuzelen hier zo. Jongen. Gadverdamme. Ja, je hebt iemand lopen. Gadverdamme zeg. Echt, ik zit één keer in de camera. Zie je dat kijkers van Lifestyle? Of hoor je dat weer? Daar gaat hij hoor, billenkoek. Ah, zie je? Ik wil die rematch, ik wil die rematch. Ik doe die rematch, Lonnie. Okay. Oh, ga ik lekker eten, hè? Alle potjes win ik en ik zet die camera aan en dan wint hij. Echt, jongen. Ja, blijkbaar. Wat is het voor mij? Wat is het nou? Heerlijk. Helpt niet. Heerlijk. Echt niet. Nee! Lego Hakim Ziyech, 90ste minuut. Doe je nou, Ben? De eerste. Helemaal niets. Ik kan beter gewoon in de keuken staan, Lonnie. Ah. Hey Lonnie, hapakabar, hapakabar. Oh, lekker, gado, gemado Lonnie. Lekker Lonnie, bedankt Lonnie. Terima kasih. Bedankt voor de overwinning, hè? Zo, thuis aangekomen, helemaal zen, helemaal relaxed. Dit is alweer het einde van het weekend, dus het einde van de vlog. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet niet, like, deel en abonneer. En tot de volgende keer. Laters.